Het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES, is niet blij met negatieve reacties aan haar adres over een professionele sessie met de NPS. De organisatie heeft van verschillende mensen de wind van voren gekregen nadat ze zaterdag een training heeft verzorgd in Grundjari. Er wordt beweerd dat KES de Groene Partij aanhangt. Robbie Rijssel, manager bij het centrum, weerspreekt deze geruchten met klem. Hij benadrukt dat zijn organisatie geen enkele politieke partij actief ondersteunt. We hebben niemand, absoluut niet. We hebben geen partij, geen politieke kleur. KES, never, nooit. Als individu, als persoon, als mens, zal ik misschien een keertje voor mezelf. Maar dat is goed voor mezelf, dat is privé. Maar zolang ik mensen train, zolang ik organisaties begeleid, blijf ik de onafhankelijke persoon die er moet zijn. We willen bovenpartijen zijn, zoals we het altijd zijn geweest. En dat is het. En we reageren nu direct op en willen voorkomen dat in de naaste toekomst wie dan ook het durft om ons een labeltje op te spellen. We willen het niet. Men moet ons zien zoals wij zijn. Onafhankelijk, wetenschappers, gedisciplineerde mensen die precies weten waarover we praten. Rijssel zegt verder dat niet alleen de NPS heeft gevraagd naar professionele begeleiding van zijn organisatie. KES bemoeit zich echter nooit met partijpolitieke aangelegenheden van de groepen. Partijpolitieke dingen zijn voor de partijpolitieke dingen, dat is niet voor mij. Maar de wetenschap heeft mij geleerd dat politiek sinds de mensheid bestaat. En hoe is dat ontwikkeld? En waarom is dat instituut van is politiek ontstaan? Het is een geweldig instrument om een land tot ontwikkeling te brengen. Maar wie geeft invulling aan? Het zijn toch die mensen? En die moeten skilled zijn, toch? Ze moeten weten waarover, wat ze doen. En als ze dat missen, nou, ik vind het een voorrecht zelf als wij als organisatie, een politieke organisatie, daar op weg mogen helpen. Maar dan gaan we studeren, ja. We gaan studeren. We gaan flink studie van maken van hoe het zit het precies in elkaar. Maar die partijpolitieke dingen, dat moeten de deskundigen van de politieke partij zelf doen. Maar die scope, de kaders waar het om gaat, dat kunnen wij gewoon geven, ja. Want daar zijn we de experts in, ja. Tot zover Robbie Rijssel, manager bij het Kennis- en Expertisecentrum KES. Deze organisatie is niet blij met de negatieve reacties aan haar adres na een professionele sessie met de NPS.